De meeste kinderen hebben de droom om profvoetballer te worden. Slechts een deel van hen haalt dat. 1 op de 2610. Maar ik zal er alles aan doen om die ene te zijn. I know, kom op maar Leo. Hij doet het weer hoor. Kontje knallen, Elias. Die bal was niet te houden, man. Word ik weer getrot. Elias. Die bal schoot je prima binnen, Leo. Je bent redelijk in vorm. Ik hoorde van Geert dat de scouts kwamen kijken. Geert, wat een meme. Je kan zeggen wat je wil, Elias, maar die frikant heeft doorgaans gelijk. Hey. Het moet wel heel slecht met me gaan, wil ik aan die troep beginnen. Ik ga bewegen. Hey, had je die kolossen van Messi gisteren gezien? Jeez! Wat een goal, ouwe. En Messi. Bro, ik kijk elke wedstrijd van Barça minimaal 3 keer. 3 keer? Ja. Jeez! Hadden we het nou weer over die Argentijn? Die goal? Dat was gewoon een fout van de keeper, zeg nou eerlijk. Oh. Julian, was gewoon een terechte en zieke goal. Ja, Messi is zeker ook beter dan Ronaldo. En jij bent zeker met je verkeerde been uit bed gestapt. Messi is en blijft de beste van de wereld, dat is gewoon zo. Wie heeft er ook alweer de Messi Champions League wens aan? Ik rook een joint wanneer Ronaldo evenveel ballen doorzet als Messi. Nooit dus. Wie heeft er ook weer de Messi goals dan? Bel mij nou maar als Ronaldo evenveel ballen doorzet als Messi. Boys, laat dit man. Focus op de wedstrijd van zo. Oh, fuck. Right.
Maar daar staat Messi dan ineens. Vrij, moet naar zijn linker, gaat naar zijn linker en scoort! Goal! De laatste keer dat ik een bal heb aangeraakt is weken geleden. En de transferperiode komt ook steeds dichterbij. Laat alles maar zitten. En de scouts dan? Scouts? Ja, het enige wat in jouw hoofd omgaat is profvoetballen. Maar weet je waar je mee bezig zou moeten zijn? Met dat daar. Het doel van de tegenstander. Scoren, dus. Ja, wat op het scorebord staat is uiteindelijk wat telt. Je was niet voor niks topscorer afgelopen seizoen. Toch? Maar met alleen talent kom je er niet. Je zult alles moeten geven. En dingen die dat doel in de weg staan, jammer dan. Het is een keiharde wereld, Leo. Keihard. Maar goed, ik ga even een frikandelletje halen. Veel succes, jongen. Laat een bericht achter, na de toon. Yo, Leo. Hoe gaat-ie? Hoe is het met je enkel? Hallo? Ja, goeiedag. Spreek ik met Leo. Leo Bos. Ja, daar spreekt u mee. HBPO. En we willen je graag uitnodigen om deel te nemen aan een oefenwedstrijd. Dat wil ik wel. Nou, helemaal top, Leo. We zien je graag volgende week zaterdag om 2:00. Perfect, ik ben erbij. En niet je schoenen vergeten, hè. Dat gebeurt niet bij profclubs. Komt goed, meneer. Dank u wel. Tot
dan, Leo. Let's go! Sorry nog. Ronaldo heeft nog steeds minder Ballon d'Ors dan Messi. Daarvoor bel ik niet. Vrijdag volgende week hebben we een teamuitje. Tot zondag, eind van de middag. Ik hoop gewoon dat je meekomt, man. Ik hoop dat het snel beter gaat met je enkel en dat het gips er snel af mag. Hopelijk tot volgende week vrijdag. Hey, ciao. Dingen die dat doel in de weg staan, jammer.